Ja, ik zet hem toch even aan. Ja, eventjes zo. Ja, oké. Ja, nou, ik was het niet van plan. Maar ja, ik zat te kijken naar de, ja, ik zat daar te kijken. Zo naar de tv, naar de Jong Oranje. Daar wou ik het even over hebben. En ik denk, nou, weet je, dat gaat. En het is klaar. En ik ben zo geïrriteerd. Ja, zo verschrikkelijk de pest in met dat Jong Oranje. Is dat, niet, dat is toch werkelijk, vrienden, dit is toch niet te... Ach, mensen, als je nou van voetballen houdt. Weet je, die Erwin van der Looy, heb je die zien staan langs het veld? Die hebben de uitstraling ook van een keukenrol. En dat staat daar dan maar. En er gaat niks van uit. Hè? Dat je denkt, kom op, aan. Die, heb je het gezien? Nee. En zo'n Gravenberg, gemakkie, een beetje zomeravond. Balletje breed, nog eens een keer breed. Vindt het gek dat hij niet speelt bij Bayern, nog eens breed. En maar weer. En het was al in de eerste helft zo. En dan in de tweede helft denk je, nou gaan we het anders doen. Hè? Nou, dan gaan we, ja. Maar bij de doelpunt, Georgië hebben we het over, vrienden. Georgië. Die kunnen er echt heel weinig van. Die kunnen er verdacht niks van. En dan kunnen we er niet eens van winnen. En wel, die kwam één keer, die is één, twee keer bij het doel geweest. Georgië, die gozer die mocht zo doorlopen. Gewoon, stonden zes man, geloof ik, zonder naar hem te kijken. Ja, ga maar door. Ja, daar, ja, in die hoek moet je, ja, in die hoek. Daar kan je hem binnen tikken. Ja, doelpunt, hoi. Ongelooflijk. Ja, en die hele tweede helft, hè, voel je ook niet de wil. Bij die gasten, ze zijn allemaal 21, weet ik veel wat, 20. Dan wil je toch, godverdorie, in zo'n toernooi, daar wil je toch in blijven. Daar geef je dan toch alles voor. En, oh, nee, ook allemaal niet. Allemaal niet. En dan met z'n allen naar voren, kom op. En we gaan er alles aan doen om die laatste goal te maken. Ja, dat gevoel. Dat was het dus gewoon niet. Het was allemaal traag. En het ging allemaal in hetzelfde tempo. En er was geen enkele combinatie. Niks werd niet vrijgelopen. Nul. Ik bedoel, ja. Vrienden. En dat is naar de toekomst, hè. Hey. Dit is de toekomst van het Nederlands elftal. Daar hebben we naar zitten kijken. Ja, nou, dat wordt de komende jaren heel weinig oranje lol.